Ja! Dit vind ik wel een hele mooie nummer. Meat Love, ja. Yeah. By the Death Spotlight, ja. Yeah. Vind ik wel een... Ja, goede plaat. Dit is echt een hele goede plaat. Ja, ik zit altijd alleen op elkaar muziek te luisteren, ja. Vind ik gewoon heerlijk, even lekker rust. Als ik dan iets moois hoort, word ik emotioneel. Ja, voor muziek. Ja, ja. En dat ontroert me wel eens, ja. Zeker. Ja, dat is zeker fijn, want het ligt alleen maar op. Muziek is voor Peter alles. Zijn emotie raakt erin kwijt. Als hij blij is, dan heeft hij leuke muziek. Een deuntje van de top 40, zeg maar, of zo. En als hij verdrietig is, dan het Abba Vader is ook wel zijn favoriet. Ja, het was een begrafenis van mijn vader. Daar heb ik Abba Vader gespeeld, ja. Ja, was emotioneel, maar heel veel respect voor mijn vader, ja. Ik ben echt super blij met hem. Dus, ja. En ik word er nog steeds een beetje emotioneel van als ik daarover moet praten, maar dat geeft de lucht alleen maar op. Bij Niels ben ik me altijd blij en gelukkig en we hebben altijd heel veel lol met elkaar en dat is altijd wel, altijd wel fijn en gezellig. Muziek betekent voor Peter dat het een plezier geeft, maar ook in sociaal opzicht. He, dat hij met anderen muziek maakt, dat hij ook met anderen een uitvoering heeft bijvoorbeeld. Maar ook dat hij iemand is, want hij kan goed muziek maken. Hij kan er goed over vertellen. En dat anderen dan aan hem vragen of tegen hem zeggen van... Goh, wat heb je dat goed gedaan, Peter? Wat heb je weer een goed concert gegeven? Of wat heb je zelf een mooi liedje geschreven? Daar groeit hij van. Muziek is mijn leven en dat vind ik echt mooi.